In het Casino Modern gaat op vrijdag 27 november om 20 uur 's avonds een benefietconcert door voor Kom op tegen kanker. Meer over dat concert via twee gasten hier bij mij aan de micro, Said en Bart. En die gaan wat vertellen wat er eigenlijk juist plaats heeft in dat Casino Modern. Said, vertel eens, benefietconcert, hoe zit dat in elkaar? Benefietconcert is eigenlijk een concert dat het initiatief is eigenlijk genomen door Bart Martens, Fonsi Fons. Hij is bezig met het concept Music for Life, dat uitgezonden wordt op Q-Music, noem maar op, alle Studio Brussel. En langs die weg heeft hij ook een volledig concept idee genomen gehad om een benefietconcert te doen hier in Genk zelf, omdat hem ook van Genk is, voor Kom op tegen kanker. En dat heeft hij daarmee... daaraan vastgelinkt eigenlijk gehad. En wat houdt dat in? Het benefietconcert zelf. Dus Fonsi Fons, hij zelf en zijn vrienden gaan de avond helemaal opvullen. Je hebt Pino en Claudia Caraccia. Je hebt Red Lucky Seven, Wim van der Rijken. En Silas, het zijn allemaal goede vrienden, artiesten allemaal, bekende artiesten, goede vrienden van Fonsi Fons, die toch wel met het goede doel mee eigenlijk ondersteunen. Op die manier, hè. Ja. Zij, hoe kom je aan een dergelijk mooi initiatief? Nu, het initiatief eigenlijk is volledig uitgekomen door Bart Martens zelf. Hij is artiest, zoals ik al juist zei. Hij werkt mee samen met Music for Life. En dan kon men eigenlijk een goede doel uitkiezen. En hij is voor Kom op tegen kanker gegaan. Maar ik denk dat hij daar beter meer over kan vertellen. Dus, ja, dan gaan we eens even luisteren naar Bart. Want ik heb mij al laten vertellen juist. Bart, uw muziekstijl, uw zangstijl, dat is iets totaal nieuw, hè? Dat is iets anders dan normaal mensen gewoon zijn, ja, van hip-hop artiesten. De muziek is anders, het is eerder popmuziek in plaats van de zware hip-hop beats. En de thema's zijn ook veel lichter, zal ik maar zeggen, met wat humor in. Niets te maken met hip-hop? Niets is misschien veel gezegd, maar weinig, zal ik het zo zeggen. Ja. Vertel eens wat over de structuur van het concert. Hoe zit het in elkaar, Bart? We hebben 4 uur de tijd om 3 groepjes te laten optreden. En... het zal dus als volgt gaan. Om 8 uur is er een kleine ontvangst voor de mensen. En om 9:15 zal de eerste band optreden, dat is Red Lucky Seven. En een uurtje later, 9:45, krijgen we Pino en Claudia Guaracci. En om 10:45 ikzelf, Fonsi Fons, als afsluiter. Dat is de finale dan? Dat is de grand finale. Bart, hoe zit het met de voorverkoop? De voorverkoop is redelijk goed gegaan eigenlijk. Ik denk dat wij de helft van onze tickets al via voorverkoop weg hebben. En er is nog een week te gaan natuurlijk. Hè. Ja. Het is ook een concert voor Kom op tegen kanker. Dat moet toch stimuleren aan de mensen voor zeker en vast erbij te zijn? Natuurlijk, dat merk ik ook aan de mensen. Dat ze wel echt bereid zijn over het goede doel te steunen. Of dat ze ook zelf iemand hebben die aan kanker lijdt, waardoor ze gestimuleerd worden inderdaad. Ja. De locatie, ik denk dat je moeilijk mooier kunt hebben dan Casino Modern, hè? Ja, ik denk dat het een van de mooiste zalen in Genk is, hè. Ja, dat is waar. En dan heb ik het nog niet gehad over toch ook wel namen gelijk klokken, Pino en Claudia? Ja, ook wel bekender, hè, bij de oudere en de nieuwe generatie Guaracci, hè. Ja. Dus, zij brengen iets heel anders dan jij, hè? Ja, dat is een verschillende stijl. Pino speelt piano en Claudia zingt, dat is eigenlijk een heel intieme sfeer. Wat... Vertel eens wat van uw optredens van de laatste maanden, Bart. Daar heb ik toch wel één groot ding te melden, dat is Pukkelpop. Dat was super. Deze zomer hebben we goed gas gegeven op Pukkelpop. Mensen waren heel tevreden, het was een goede sfeer en verhaling vatbaar. Ja, dat is ook een adelbrief die kan tellen. Ja. Ik ben er trots op. Dus, reden om fier te zijn. Inderdaad. Voilà. Dus mensen die u willen aan het werk zien of horen, die moeten zeker vast vrijdag 27 november om vanaf 8:00 s'avonds afzakken naar het casino. In elk geval. Dat is juist, ja. Voilà. Want als je geen voorverkooptickets hebt, de deuren zijn open voor iedereen die geen tickets heeft ook te vrijdag. Voilà. Excuseer, we gaan het site vragen. Mensen die willen komen, wat moeten die doen? Nu, natuurlijk, mensen die willen komen, sowieso moeten ze naar Fonsi Fons, de pagina op Facebook. Dat is heel makkelijk, gewoon Fonsi Fons opzoeken, klikken, liken, de eventpagina. Er staat alle info op, alle voorverkooppunten. Natuurlijk, degene die rechtstreeks een kaart bestellen bij Fonsi Fons online, die krijgen die persoonlijk door hem overhandigd. Die komt die aan huis brengen. Dat is ook heel interessant, kan er een foto genomen worden. Dat is wel uniek, hè? Een intiem contact met de artiest zelf. En langs de andere kant, volg ons op Facebook. Je kunt ook de tickets krijgen via mij, Site Aid Adi, ook op Facebook. Voor de rest zou ik zeggen, voorverkooppunten. Sitantare, dat is dus de oude baia hier op Genk, Lectuur Noordlaan. En Lectuur Rosa, dat is
boekenwinkel en Termin. En F-Mobile is ook... Winterslagstraat in Genk. En natuurlijk, tickets zijn ook bij ons te verkrijgen. Als, dus op die manier. Ik zou zeggen, volg het op Facebook. Like de pagina van Fonsy Fons. Het evenementpagina kun je opzoeken. Ik zou zeggen, kom langs. Het is een steun voor de goede doel. En dat stimuleert. Het gaat een heel mooi intiem moment zijn eigenlijk. Een mooie zaal, een mooie akoestiek. Het gaat een goede sfeer zijn. Dus er gaat al wat volk op afkomen. Kom af, zou ik zeggen. 8 uur. Van 8 uur s'avonds tot 12 uur is het maar. Het is gezellig. Het gaat gezellig worden. Casino Modern. Aan de André Di Molan 2 in Genk. En mensen die geen tickets op voorhand hebben, geen probleem, die kunnen aan het casino zelf aan kaarten komen. Zeker, dat is natuurlijk, ze kunnen ook gewoon kassa betalen, dat is maar een euro verschil, dus natuurlijk. Maar alles gaat integraal naar het goede doel, dus ondersteun deze mooie initiatief eigenlijk genomen door Bart Martens. Vrijdagavond 27 november, 20 uur, Casino Modern, kom op tegen kanker en zeker alvast een hele grote merci aan zowel Said als aan Bart Martens voor dit geweldige initiatief. Ik hoop dat vrijdagavond Casino boom vol zit met allemaal heel positieve mensen. Dat hoop ik ook, dankjewel.